dan gaan we maar eens beginnen. Ja. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt dat er weer een nieuwe video is. Laat een leuke reactie achter. En uiteraard tips voor de volgende video, voor de challenges. Ja. En een leuke reactie zijn natuurlijk altijd toegestaan. En abonneren is natuurlijk ook niet verkeerd. Laten we dan maar gaan beginnen. En de laatste game, nou Dirk, jij mag grappelen, maar we weten het al. Dat is... Tom van Wolf van Graag. Zal ik hem weer doen? Ja. Oké, vet droog. Ja, het is. Op YouTube zijn er vaak dingen droog, hè. Akinator! Ja! Dat is één. En dat is twee. Dat was bijna op mijn hoofd, maar maakt niet uit voor de rest. In ieder geval, laten we eens beginnen met Akinator. Ik mag beginnen. Ja. Nee, jij mag beginnen. Oh, oké. Okay. Let's go! En dan gaan we Akinator spelen. En hebben wij al een personage in ons hoofd? Wat wil jij? Jij moet eerst. Ja, het schijnt dus zo. Ik heb niet bewezen of zo, maar het schijnt dus dat Akinator af te luisteren zal zijn. Maar dat is dus niet waar. Dat hebben we in de vorige video gezien. Dus we gaan het gewoon lekker zeggen. Hardop. Link staat in de beschrijving van die video. Yes, is goed. Maar in ieder geval, wie zullen we doen? Want ik heb eigenlijk geen idee. Nee. We pakken eens een keer geen YouTuber. Absoluut niet. Geen YouTuber, oké. Okay. We pakken misschien... zullen we een... Ik weet al iemand. Wie dan? Akinator luistert niet af. Dus zeg maar. Elmo. Oké. Zou die niet kennen? Nou, dat is wel... Ik ben benieuwd. Is die van het vrouwelijk geslacht? Nee. Ja, jij mag spelen. Hè? Jij mag spelen. Is die van het vrouwelijk geslacht een... Ja, denk ik. Is Elmo! Hij zegt altijd zo, Elmo! Dus ik denk het wel. Waarschijnlijk wel, want... Ja, waarschijnlijk wel. Is die een mens? Nee, hij is een dier. Wat voor dier weet ik niet. Want is die personage echt bestaan? Nee. Is die de vorm van een dier? Ja, wel de vorm, maar niet een dier. Dus ja. Ja, de vorm. Is je personage wit? Nee, absoluut niet. Komt je personage uit de tv-serie? Ja, Elmo. Ja. Ja, Sesamstraat, zeg maar. Ja. Is je personage een Pokémon? Nee. Heeft hij vleugels? Nee. Leeft hij onder water? Nee. Nee. Is hij roze? Nee. Komt hij uit de Waddenham? Nee. Komt hij uit de Voor de Tien? Nee. Is weg. Nee, dus. Nee. Heeft hij een lange staart? Nee. Is hij een dier? Nee. Is hij rood? Ja. Is hij Zwitsers? Nee, denk ik. Maakt de personage deel uit van een groep met 10 of meer leden? Ja, Sesamstraat. Ja. Ja. Heeft hij haar? Genoeg. Ja, genoeg. Is hij een drummer? Ik zie het al voor me. Elmo. Elmo, ik ga drummen! Nee. Nee. Wat een klinkje, ja. Hoe kan je terug? Laat maar zitten. Oké. Ik ben benieuwd of hij het dan alsnog kan halen. Heeft die personage bijna gelinkt aan dieren? Nee. Nee. Draagt hij kleding? Nee, dat is gewoon een armloze zwerver. Heeft hij rood haar? Ja. Is hij gelinkt met porno? Nee. Wat? Heeft hij benen of poten? Ja. Draagt hij handschoenen? Nee. Nee. En denk aan Elmo! Elmo! Oh mijn god, dat... Hoe kan hij dat raden? Ken die kop van Elmo? Die grote dikke neus ook. Oké, ja, je mag nog een personage, hè? We doen twee achter elkaar, dus... Spelen. Oké. Ik doe toch vier? Ja, maar ik doe de twee, ik doe de twee. Oh ja. Jij doet twee en ik doe de twee. Maar wie heb je nog meer in gedachten? Nu mag jij kiezen. Ja. We zijn zo weer terug als we het weten. En we hebben een personage bedacht. Nou ja, Dirk heeft hem bedacht. En dat is... Een mens. Ja. Ja. Maar wie? Gordon. Gordon dus van Gerrigor met die lach. Woe! Nou, in ieder geval, laten we eens beginnen. Is je personage met? Ja. Een halve. Is hij een meisje? Ja. Ja. Hij gedraagt zich wel zo. Nee.
Komt hij uit Nederland? Ja, zeker. Helaas wel. Is hij ouder dan 30 jaar? Ja. Ja, toch? Heeft hij kinderen? Nee. Want hij haalt kinderen, heb ik ooit wel eens gehoord. Oh ja. Is hij homoseksueel? Ja. Ja. Was die karakter van de top zo? Ja, ja, hij weet het al! Hij weet het nu al, Potje Andosi. Heeft hij donker haar? Nee, hij denkt aan Gerard Joling. Ja, denk ik ook wel. Is je personage member van... Nee. Ik weet niet eens wat het is. Is jouw personage de gezworen van... Nee. Van Double D kanaal? Nee. Is dat een YouTube kanaal? Dat is echt een slechte naam. Heeft dit personage bruin haar? Nee. Nee. Denk aan... Wat? Hoe kan hij dat? Oh mijn god, dat kan niet. Oh mijn Gordon. Hoe kan dat? Die is goed. Ja, sorry, die is heel slecht. Nee, ik vind het wel grappig. Maar in ieder geval, ja, het is dus gewoon gelukt. Akinator goed gedaan. Applausje. Nou, laten we verder gaan. Nu ben ik aan de beurt. Hoe kan hij dat zo snel weten? Geen idee, echt niet. Maar laten wij verder gaan als ik aan de beurt ben. Ik doe overigens wel een YouTuber. En wie ik doe is... Ruben Koet. Oh, ja, die ken je niet. Dat is van Extreme Rides. Oké. Okay. Ken je Extreme Rides? Dat is een YouTube kanaal met attracties en zo. Bestaat die echt? Ja, bestaat echt. Is die een zanger of zangers? Kijk, dit is zo'n fout in Akinator, ja. Hè? Zangers of zangers? Ja, nou, hij is geen zanger of zangers. Maar als het een zanger of zangers is... Dan had ik ook niet gezegd dat het een zangeres was. Want dat kan ik hier niet uithalen. Nee. Dus het is gewoon echt een fout. Dus fake het, zou ik zeggen. Nee. Maar dus nee. Is hij een man? Ja. Is hij afkomstig uit Nederland? Ja. Is hij ouder dan 30 jaar? Volgens mij wel. Weet niet zeker. Ja. Is dat zijn YouTube? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Is hij bekend door sport? Nee, absoluut niet. Is hij beroemd dankzij televisie? Nee. Is hij bekend van YouTube? Ja. Speelt hij Minecraft? Nee. Is het een YouTuber? Zit je personage op YouTube, is het een YouTuber? Dat is hetzelfde. Ja, daarom. Als je personage... Nou, ik zit wel op YouTube, maar ik doe het bijna niet. Houdt hij van bier? Weet ik veel of hij van bier had, weet ik toch niet. Is hij blond? Nee. Heeft hij Marokkaanse oor? Nee. Heeft de personage kinderen? Ja. Is hij gelinkt met videospellen? Nee. Heeft hij een donker huid? Nee. Treedt je personage op een podium? Nee. Wilt je personage bekend door het internet? Ja. Leef je personage samen met een vrouw? Ja. Ik denk aan... Nee! Hoe kan dat? Wat ga je doen? Hoe kan hij dat weten? En dan ga ik er weer een zoeken. En waarom is dit zo irritant van Windows, dat kleurenschema? Ga gewoon lekker weg, joh. Juist. Maar in ieder geval... We gaan Bardo van Banjo Movies zoeken. Ja, dus die ene van Banjo, ja. Nou, hij lijkt wel op een vrouw. Zal ik het doen? Ja, is goed. Hij lijkt wel op een vrouw, maar dat is het niet. Is het een vrouwelijk geslacht? Nee. Komt hij uit Nederland? Ja. Ja. Is hij ouder dan 30 jaar? Nee. Is hij bekend van YouTube? Ja. Speelt hij Minecraft? Ja. Oh, hij heeft ooit wel eens Minecraft gespeeld. Hij heeft Biotown namelijk. Heeft hij een bekende broer? Nee. Nee. Dan zou hij denken Enzo of Milan. Speelt hij in The Kingdom? Ja, volgens mij. Nou, ik weet niet. Nee, volgens mij niet. Maar zit hij zij in Kingdom Entropia? Weet ik veel. Is hij ooit in het buitenland geweest? Ja, hij is wel eens in Engeland geweest. Ja. Okay. Heeft hij iets te maken met Kingdom van Tees Games? Nee. Nee. Zit hij in de Kingdom Atla? Nee, niet dat ik weet. Weet ik niet. Is hij Chinees? Nee. Bouwt je personage dingen? In welke vorm bedoel je dan? Minecraft of wat dan? Maar als je het algemeen bedoelt, Minecraft, zeg maar, dan zou je zeggen ja. Ja, dus ik zou zeggen ja. Heeft jouw personage iets te maken met wolven? Nee. Nee. Kan niet. Is hij Frans? Nee. Jongen, nee. We hebben al lang gezegd dat nee. Heeft de personage een jongere zus? Komt hij weer met je kleurenschema? Ga weg, alsjeblieft. Heeft hij een jongere zus? Voor mij, nou ja, niet dat ik, weet ik niet. Nee, toch? Weet ik niet. Ja, laat ze nooit zien in de video's. Weet ik niet. Is hij slank? Dat totaal niet. Nee. Komt hij op MTV? Nee. Nee. Is ze seks? Ze. Ja, ze. Ik heb ook echt ze gezegd. Ja. Ik heb hij gezegd, domme Akinator. Nou, maar als ze... Nee.
Nou, over het algemeen gewoon niet. Dus we een beetje gay zijn. Draagt je personage ronde brillen glazen? Hij heeft geen bril, dus nee. Nee. Heeft je personage ooit in het Witte Huis gewoon... Nee, wat slaat dat nou weer op? Aanbid je personage kippen? Nee. Wat? Oh ja, dan zal je vaak ook games denken natuurlijk. Zit er bij Kingdom Entropia? Weet ik veel. Heeft iets te maken met FC Barcelona? Nee, totaal niet. Speelt een... Nee. Dat is een film. Vincent? Nee, is fout. Is fout. Is fout. Is fout. Nee, het is helaas fout, Akinator, dus we gaan gewoon verder. Waarom zeg ik nee? Ja. Moet nee zijn. Nee. De volgende, ja. Is hij een man? Ja, dat heb ik al 3 keer gezegd. Werd hij bekend door het internet? Heb je ook al gevraagd? Ja. Heeft hij een gamekanaal? Had hij, dus. Op dit moment dus niet, dus nee. Is hij ouder dan 30 jaar? Ja. Ja. Nou, nee. Dat was het natuurlijk. Nee. Woont hij in Nederland? Ja. Ja. Is het een YouTuber? Ja. Ja. Speelt hij Minecraft? Ja. Heeft hij een bekende broer? Nee. Leeft hij karakterkamer met hem aan? Nee. Rookt je personage? Nee. Is je personage dik? Als we eerlijk moeten zijn, wel. Ja. Ja. Is je personage Chinees? Nee. Is hij goed bevriend met Sam? Wie is Sam? Weet ik veel. Weet ik niet. Is hij dik? Even heb je net al gevraagd, dus ja. Speelt hij maar... Ik word er een beetje gek van. Ik ook, ja. Is hij donker huidskleur? Nee. Weet ik niet. Weet ik niet. Ik denk aan Bardo! Yeah! En guys, dit was meteen het einde van onze video. Dus ik zeg in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video tof? Doe dan even een duimpje omhoog. Laat jouw leuke reactie achter. Met wat jij wil zien voor de challenges. En wat jij tof vond aan deze serie. En of je zoiets opnieuw zou willen hebben. Maar dan niet met games. Of gewoon hetzelfde. Maar dan met andere games. Maar ik hoop dat je het tof vindt. Doe dan even een duimpje omhoog. Laat dus jouw reactie achter. En vergeet vooral niet te abonneren. En dan, dat is natuurlijk toppie. En dan zou ik zeggen tot de volgende video. En Dirk zie jullie voorlopig niet meer. Die zien jullie denk ik alleen bij een volgende stop motion film. Of anders doen we nog zo'n soort video alleen dan met challenges. Ja, zo'n serie, ja. Ja. Dus ik zie jullie binnenkort natuurlijk weer. Maar Dirk zie je misschien over een tijdje weer, dat weet ik niet. Maar ik zeg in ieder geval tot...